Ik denk, als je praat met die gemiddelde voetbalsupporter, dan hoor je deze dagen dat hij ongelooflijk teleurgesteld is door wat er is gebeurd. Absoluut. Maar het is zich ook al de afgelopen weken, maanden en jaren vraagt waar het naartoe gaat. Als het gaat over transferbedragen, als het gaat over budgetten, als het gaat over de ethiek. Het woord mensenhandel wordt vaak in de mond genomen. En ik denk in sommige gevallen, en in vele gevallen ook terecht. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.